mooie casus om met jullie te delen is die van Toyota Material Handling in Ede. Een bedrijf van 400 medewerkers. Produceren vorkheftrucks en doen de reparatie en het onderhoud van dat soort materiaal. Daar speelde iets op het vlak van werkdruk, hoge ervaren werkdruk. Maar er was volstrekt onduidelijk waardoor het veroorzaakt werd. HR had wel enige ideeën om te verklaren waardoor dat kwam en had ook bedacht om er een fantastische, laten we zeggen, tilcursus aan te bieden aan al deze medewerkers. Dat bleek niet te werken en na een jaar was de ervaren werkdruk nog steeds zo hoog als die was. Toen werd het tijd voor de ondernemingsraad. De ondernemingsraad zette een OR-dialoog uit. Een brede achterbandraadpleging, professioneel, in twee rondes, erg van belang, om boven water te halen waar komt die werkdruk vandaan? Waardoor wordt die veroorzaakt en hoe lossen we dat op? En juist in die achterbouwraadpleging, gedaan door de ondernemingsraad, bleek dat het niet ging om fysieke overbelasting, te veel werk. Nee, het zat in een aantal fouten in zeer belangrijke processen die van binnen naar buiten dienst liepen. Toen dat in beeld was, en sterker nog, inclusief een oplossing vanuit de achterban, was het binnen 3 maanden opgelost. En daalde de ervaren werkdruk ziender ogen. Dat is wat je noemt een casus die aantoont dat je in 2 ronden raadpleging, 1 antwoorden, 2 weging, top 5, dat je heel helder krijgt waar ligt het aan en hoe los ik het op. Dat is wat je noemt een professionele achterbanraadpleging. En ik nodig je uit om gebruik te maken als ondernemingsraad van deze OR-dialoog. Samen met Circulytics en Metamorfase verzorgen we dat volledig voor je en krijg je fantastische resultaten. Wil je als ondernemingsraad zichtbaar worden, maak dan gebruik van de OR-dialoog.